Er wordt dus gewerkt aan minder geluidsproductie op het spoor. Maar uit het volgende verslag zal dus moeten blijken in hoeverre die maatregelen effect hebben gehad. Dan gaan we nu vanuit Tilburg helemaal naar boven, naar het noorden van het land, naar Groningen. Daar wordt gewerkt aan het nieuwe hoofdstation. Peter Boom, Renze van Rijswijk, jullie zijn daar beide bij betrokken. En er wordt een BIM voor gebruikt, hè? Een Building Information Management. Ja, Peter, er is soms wel eens een beetje verwarring over waar BIM nu eigenlijk voor staat. Hè? Voor Building Information Modeling en Management. Wat is het nou het verschil tussen die twee? Ja, dat is een goede vraag. Het zijn twee verschillende dingen, maar we hebben het over hetzelfde. Een BIM-model wordt wel gezien als een 3D-model. Eigenlijk als een soort van nieuwe manier van het ontwerpen. Een nieuwe manier van tekenen van een station, in dit geval van een stuk spoorinfra. En als je het hebt over het Building Information Management, dan hebben we het veel meer holistisch gezien over het hele proces van ontwerpen. Dus pak je de BIM bezig als proces, probeer je zeg maar te ondersteunen dat verschillende partijen aan dat station in dit geval werken. Mm-hmm. Verschillende partijen vanuit hun eigen rol, van ontwerper, van bouwer, van onderhouder, van toeleverancier van materialen. En dat model is dan ook voor iedereen altijd toegankelijk en actueel en heeft de laatste stand. Ja, dus iedereen werkt eigenlijk in dezelfde tekening, zou je zeggen. Ja, en het voordeel daarvan is natuurlijk dat je de informatie deelt en dat het ook altijd gewoon... er zijn eigenlijk geen fouten, hè, want alles wordt bijgehouden. En vervolgens zou dan dat hele model ook naar de eigenaar van het object moeten gaan. En dan kan je het weer gebruiken voor beheer en onderhoud. Ja, precies. Renzo, jij bent BIM-regisseur in dit project, hè? Ja, klopt. Wat houdt die rol precies in? Nou, als BIM-regisseur zorg ik ervoor dat de processen en alle informatiestromen rond het BIM-model, dat die allemaal tot één integraal ontwerp leiden. Ja. En het moet ervoor zorgen dat dus de mensen die ermee werken goed geïnstrueerd zijn, de processen en de werkinstructies volgen. En ook steekproefgewijs zal ik natuurlijk ook toetsen of dat ook op die manier gebeurt. Ja. En op die manier zorgen we ervoor dat we naar een integraal ontwerp toekomen. Ja, precies. Dus je bent eigenlijk een soort een beetje politieagent die zorgt dat iedereen... Met name netjes, zeg maar op de data en op de informatiestromen, daar moet je natuurlijk wel op gaan letten. Ja, precies. Ja. Maar je zou zeggen, ja, het is een belangrijke taak, hè, dat iemand de regie houdt. Maar is dat niet meer iets voor de hoofduitvoerder dan van het project? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, waar het om gaat is dat je... er zijn heel veel disciplines die hier aan meedoen aan dit project. En die maken allemaal gebruik van hun eigen systemen. Mm-hmm. En je moet als BIM-regisseur moet je dus ook kennis hebben over hoe die systemen met elkaar kunnen samenwerken. En hoe die goed op elkaar aan te sluiten. Ja. En zodanig dat die mensen ook met elkaar dat BIM-model uiteindelijk kunnen bouwen. Ja, precies. En ja, op die manier, die kennis en ervaring, die moet je wel elke keer weer meenemen naar elk project. En dat zijn kennis en ervaring op het gebied van databases, data, processchromen. En ja, dat zit niet bij iemand die alleen met beton en staal bezig is. Ja, het is echt een specialisatie, BIM. Ja. En hoe ziet het project Hoofdstation Groningen eruit en waarom wordt hier BIM toegepast? Ja, het project Hoofdstation Groningen is een fantastisch mooi project. Het is die we in de opdracht hebben gekregen van ProRail. Mm-hmm. ProRail treedt hierop als gedelegeerd opdrachtgever voor ProRail natuurlijk, maar ook provincie Groningen, gemeente Groningen en de NS. En wij zijn hier als Structon Civiel, zijn wij hier de hoofdaannemer. En Koen van Vels, architect, heeft dit mooie ontwerp gemaakt. Mm-hmm. En wij doen dit samen met het ingenieursbureau Rode Harskoning DAV, die de engineering voor ons regelt op dit gebied. Wij zijn in 2019 gestart met dit, met de bouw, met het oppakken van dit project. Ja. In juli 2020 zijn we gestart met de trein. Kregen we het terrein voor ons beschikbaar. En in oktober vorig jaar zijn we begonnen met het plaatsen van de eerste diepbanden. Dus wat dat betreft zijn we op stoom. Ja. Waarom hier BIM? Want dat is de vraag die je ook nog stelt. Ja, ja. Het feit is dat heel veel... het is een groot project, een complex project met heel veel disciplines die hier samenkomen. En eigenlijk is het dan... Ja, is het eigenlijk noodzakelijk om hier met een BIM aan de slag te gaan. Ja, op de ouderwetse manier zou het eigenlijk bijna niet meer... Wordt het inefficiënt en kans op falen nog groter. Ja. En hoe gaat het eruit zien? Hè? Want je hebt een filmpje gemaakt, begreep ik, van het gebouw. Ja, ik heb een filmpje gemaakt en ik hoop dat die nu aan wordt gezet.
En waar ik in ieder geval jullie mee wil meenemen in de scope van het verhaal. Je ziet hier verschijnen, in ieder geval links hier de layout van het stationsgebouw. En je ziet hier nu de bouwkuip staan. Yeah. En de bouwkuip die bestaat natuurlijk uit de diepwanden en alle ankers die daar in staan. En vervolgens zie je nu daarin geplaatst worden de fietsstalling die eigenlijk op min 2 terechtkomt. En vervolgens daarboven het reizigersplein. Het reizigersplein gaat ervoor zorgen dat wij dat de reizigers in feite onder het maaiveld naar de verschillende perrons kunnen verplaatsen. En dus op die manier daar terecht kunnen komen. Nou, wat nu naar beneden komt in het filmpje is de fietstunnel. Die zorgt ervoor dat er ook een Noord-Zuid verbinding is tussen, voor het fietsverkeer. Dus op die manier kan ook het fietsverkeer onder het station door, zonder dus een hele omrijroute te moeten maken. Ja. En wordt dat opgepakt. Linksboven in het scherm zie je dus nu verschijnen de bus onderdoorgang. Nou, die zorgt ervoor dat daar de bussen naar de andere kant toe kunnen komen. En nu verschijnt een heel groot blok. Dit is het perronplein samen met de monumentale kappen. En het seinhuis. En ook nog de commerciële ruimtes die daar in één keer geplaatst worden. En dat is een heel mooi plein wat we dadelijk ook nog wel in de mooie visual gaan zien. Maar hier zie je dan de nieuwe kappen die er geplaatst gaan worden. De meest linker nieuwe perronkap, daar zie je ook de zonnepanelen op gepositioneerd. Oh ja. Ook daar wordt aan gedacht om die mee te nemen. Nou, vervolgens zie je nu het busplein naar beneden komen. Ook die is dus bereikbaar via dus dat reizigersplein. En vervolgens zie je dus het busplein plus buschauffeursvoorziening en de aansluiting naar de busonderdoorgang. Dus okay, die eigenlijk bussen die staan ook op een verhoging, niet op de begane grond? Die staan op het maaiveld. Oh, wel. Die staan op het maaiveld, ja. En hier zie je nog het laatste, zie je nog even alle installaties en alle civiel-technische voorzieningen, als riolering, hemelwaterafvoer, moet natuurlijk ook allemaal voorzien zijn. Dus op die manier kunnen wij, hebben we dus al een behoorlijk pak van het integrale model te pakken. En ik zou nog even wat andere afbeeldingen willen laten zien, want straks zie je hier als reiziger zie je dit. Dit zijn bijvoorbeeld de toegangspoortjes. Ja. Maar er zit nog een hele wereld achter. En dat wil ik jullie toch even meegeven. Dat die hele wereld die erachter zit, we dus daar nu ook al mee bezig zijn. Dus de kabelgoten, alle elektra, alle installatievoorzieningen die hiervoor nodig zijn. Nou, om jullie een beeld te geven dat we dus al op basis hiervan al bezig zijn om dat hele integrale model voor elkaar te krijgen. Ja, want eigenlijk alle gekleurde elementen, daar zie je straks als reiziger of bezoeker van het station zie je niks van. Nee. Dat is dus allemaal weggewerkt en als reizigers heb je daar geen last van. Maar het moet er wel allemaal staan om het systeem te laten draaien. Ja. Om jullie toch een beetje een idee te geven, waar gaat het dan naartoe? Heb ik nog wat artist impressions meegenomen die Koen van Vels, architect, gemaakt heeft. Nou, je ziet hier links het stationsgebouw staan. En we kijken hier eigenlijk naar de monumentale perronkappen. En we staan hier eigenlijk op het perronplein, wat hartstikke mooi is. En ja, dat ziet er heel gezellig uit. Ja, hier liepen eerst de sporen. Ja, dit is de oude spoor. De oude haltes is dat. Ja. Dat klopt. Goed gezien. Ja, mooi. En hier zie je de toegang naar het reizigersplein. Dus dan eigenlijk loop je dus naar de min 1 laag toe. En kun je daar zien dat je dus op die manier naar de andere perrons toe kan komen. Hier een uitzicht op het seinhuis. Hier staan we onder een van de nieuwe perronkappen. En kijken we zo eigenlijk hoe dat eruit komt te zien. En dit is het reizigersplein. Dit is dat niveau min 1. Waar je dus eigenlijk jezelf kan verplaatsen naar de verschillende perrons die er zijn. Ja. En hieronder heb je dan nog de fietsenstallingen die nog zitten. Oké. Ja. Ja, mooi. Nou, dat ziet er veelbelovend uit. Ja. En wanneer is het station klaar? Daar kan ik geen antwoord op geven. Dat wordt nog later bepaald. Oké. Ja, Peter, is Groningen is dat nou echt een doorbraak in Nederland voor BIM? Of in ieder geval in de spoorsector in Nederland, zou je het ook kunnen zien? Het is geen doorbraak voor BIM, want ik denk dat de andere sectoren verder zijn dan de spoorsector. Mm-hmm. En als ik ProRail zou vragen, denk ik, is het ook niet echt de grote doorbraak. Misschien valt dat al eerder bij het Amsterdam-Zuiddok-project bijvoorbeeld. Oh, ja.
Maar het is wel een van de eerste grote projecten, grote stationsprojecten die op die manier zo integraal wordt aangepakt met BIM. Mm-hmm. Ja. Ja, en ik begreep ook dat het anders, dat dit zo'n groot film van het project is, dat het eigenlijk niet zonder BIM ja, had gekund. Ja, natuurlijk, kan misschien altijd. Maar... Nou ja, het biedt gewoon zoveel voordelen die Renzo net ook toelichtte in de totstandkoming van het model, maar ook daarna in het bouwproces. En als het goed is, ook in het beheer- en onderhoudsproces daarna. Ja. Mm-hmm. Ja. En zijn we in Nederland een beetje toonaangevend met BIM en in de spoorsector? Of? Dat helaas niet, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Ik denk dat we wel hard bezig zijn om onze achterstand in te lopen. Maar als je kijkt naar andere landen, zeker in Azië, maar ook in Europa, zijn er een aantal landen die BIM al verplicht hebben gesteld voor grote projecten zoals stations of spoorverbindingen. Mm-hmm. En dan zijn er zeker een aantal landen die het beter doen, zoals de Scandinavische landen of Engeland met de HS2-projecten of met Crossrail bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. Ja, dus daar is het eigenlijk al meer ingeburgerd dan hier. Ja, en ik denk ook dat we kansen laten liggen, zeg maar. Want ik heb ook van Renzo begrepen dat nu het model straks weer platgeslagen wordt en in 2D aan ProRail wordt overhandigd. Ja. Terwijl je eigenlijk het model zo multidimensionaal mogelijk wil houden en als een soort van digital twin gaat inzetten voor je weer een onderhoudsfase. Ja, dus eigenlijk als straks het hele project is afgerond, dat al het onderhoud en uitbreidingen, dingen ook weer met datzelfde model gewoon doorgezet kan worden. Ja, dat is wel de potentie van een BIM-model. Ja. En die laat je dus nu liggen, omdat je het weer plat slaat. In feite de volgende die dan weer mogelijk een opdracht zou krijgen. Ja. Ja, dat eigenlijk allemaal weer moet gaan optuigen. Ja, dat is zonde. Dat is doodzonde, ja. Ja. Maar het bestaat ook niet een kans dat alsnog gaandeweg het project misschien daarbij gestuurd kan worden? Ja, natuurlijk bestaat die kans. Alleen dan moet er natuurlijk wel wat voor geregeld worden. Hè? Ja. En we hebben natuurlijk wel wat die 3D-modellen die hebben. Mm-hmm. En die informatie die kunnen we dus op die manier vrij eenvoudig verstrekken. Alleen er is geen echt. Er moet wel een 3D-informatie-uitwisselingsstandaard afgesproken worden, die wij dan ook met ProRail kunnen afspreken. Ja. En ik pleit er dan ook wel voor om een internationale uitwisselstandaard daarvoor toe te passen. Mm-hmm. Waar we dan ook met z'n allen ook gebruik van kunnen maken. Ja. Ja. En dat we dus niet voor elke opdrachtgever dadelijk een andere uitwisselstandaard moeten gaan in lucht moeten gaan. Ja, oké. Okay, want hoe doen ze dat in andere landen dan? Nou ja, er is dus een internationale uitwisselingsstandaard. Daar wordt ook in internationaal verband aan gewerkt. Een organisatie deed Building Smart International. Participeert Royal Haskoning DFV ook in. En er zijn ook verschillende aannemers die daarin meedoen en ook in verschillende werkgroepen. Mm-hmm. Nou, daarbinnen heb je weer een railway room, waar specifiek ook op railprojecten afspraken worden gemaakt. Daar is ProRail nog niet direct bij aangesloten. Wellicht wel indirect of in de toekomst, dat hoop ik. Ja, ja. Maar andere landen, zoals Zwitserland, waar SBB in participeert, of de SNCF vanuit Frankrijk. En ja, de Scandinavische landen, die trekken daarin ook voorop. Oké, okay, ja. Maar ik denk dat zeker komt. Het is een kwestie van misschien nog een paar jaar. Ja. En we zullen op een andere manier moeten interfacen. En ProRail heeft ook zijn eigen oplossing daarvoor. Oké. Okay. Maar ik denk dat die op termijn wel vervangen zal worden door een internationale standaard. Ja, precies. Dat het op een of andere manier geïntegreerd gaat worden. Ja. Ja. Nou ja, wie weet dat deze uitzending ook nog iets bijdraagt aan dat het er komt. In ieder geval hartelijk dank voor jullie toelichting. Ik ben heel benieuwd hoe het uiteindelijk gaat lopen.